Goedenavond en welkom bij de allereerste Pakje Podium Talk. Mijn naam is Eva Brouwer en ja, ik doe dit live vanuit mijn woonkamer. Waarom? Gewoon omdat het kan. Wat gaan we doen vanavond? Het thema is help. Ik vind het spannend, maar ik doe het toch. En daarover ga ik praten met niemand minder dan... Ratatatatata. Online ondernemer Simone Levy. Tadadada. Hi Simone, goedenavond. Hallo, hallo, hallo. Ik laat ook even zien dat dit Tim Dawn is, de sing-songwriter die klaar staat om zometeen live een nummer voor ons te spelen. Hoi Tim. Hi. Hoi, mijn naam is Eva en ik ben dagvoorzitter, dat is de presentator van live evenementen. Ik heb jarenlang bij televisie gepresenteerd en nu ben ik eigenaar van Pakje Podium. Een bedrijf waarmee ik vrouwen leer om zichzelf te presenteren met zelfvertrouwen. Dus geen klotse oksels en knikkende knieën, al hoort dat er altijd wel een beetje bij misschien. Simone, ik ben blij dat je in de uitzending bent. Even los van deze lectiek, hè, de bedoeling van deze uitzending was dus... Help, ik vind het spannend, maar ik doe het toch. Nou, ik denk dat we meteen hebben gedemonstreerd... wat er dus mis kan gaan en hoe je daar dan doorheen moet bettelen. Maar dan heb je het toch maar gedaan, alright. Het knapste wat ik eigenlijk van jou vind, ik heb bij jou M-pop gedaan. Laten we jou even fatsoenlijk introduceren, want jouw missie is eigenlijk dat M-pop veel bekender wordt. Dus lang niet iedereen weet wat Maak Prachtige Online Programma's eigenlijk inhoudt. Zou je het kunnen noemen dat jij mensen leert hoe ze een online cursus moeten maken? Hoe zou je dat... Ja, nou, weet je, vanuit dat oogpunt is het natuurlijk ooit allemaal gestart en gemaakt. In 2014 dus toen inderdaad een programma gelanceerd, Maak Prachtige Online Programma's. Waarin ik mensen inderdaad ondernemers stap voor stap voor stap leer hoe je online programma's moet maken. Dus hoe je inderdaad ja, je kennis online kan maken, kan publiceren, maar ook kan verkopen. Alleen gedurende de tijd, ook omdat ik gewoon een enorme passie heb voor het hele ondernemerschap, en dat ook heel erg leuk vindt om dat aan mensen verder over te brengen, is het gewoon veel groter geworden. En is het niet meer alleen maar dat je leert om een online programma te maken, maar leer je ook ondernemen. En leer ik dat niet alleen maar aan mensen alleen, maar bijvoorbeeld jij bent ook een trainer in mijn programma. Dus dat is ook echt heel erg tof om te doen. En ik zie inderdaad, die blijft af en toe hangen, zeggen mensen ook tegen mij. En ja, sorry, ik kan het echt niet beter nu iets doen. Ik zou zeggen, mensen, wees blij met wat we hebben. Hè? De techniek laat ons misschien een beetje in de steek. Maar bedenk even, vroeger was dit helemaal niet mogelijk. Hè? Vroeger had je dus 10 man personeel nodig of medewerkers of een heel bedrijf met cameramensen, audiotechniek, auto-tune. Ik kan je voorstellen, dit was een half jaar geleden was het nog niet eens mogelijk dat we via Facebook Live allebei vanuit de uitzending zo konden streamen. Dus zo snel gaat het en raken we ook aan dingen gewend. En moeten dingen ook altijd meteen perfect zijn qua techniek en weet ik veel wat allemaal. Maar kan je je voorstellen, als dit een half jaar geleden zo werkte, hoe het dan over 2 jaar uitziet? Dat kunnen we ons allemaal hebben, nog op een bepaalde manier hebben we daar geen voorstelling bij. En dat vind ik ook heel leuk, zeg maar, om daar met trends mee bezig te zijn. Om ondernemers daarin mee te nemen. Net als dat ik ondernemers in 2014 heb meegenomen in het maken van online programma's. Iets wat nu ja, eigenlijk heel normaal is. En wat ik vind van ja, iedere coach, trainer of adviseur of iemand die met kennis bezig is. Die moet wel iets qua vorm van online programma hebben. Ook al heeft een heel groot gedeelte dat nog helemaal niet. Maar dat gaat alleen maar meer en meer en meer. Er komt natuurlijk ook een hele nieuwe generatie die alles online doet. Nou, daar is zeg maar deze generatie of mijn generatie of de generatie zeg maar net iets ouder dan wat wij zijn, zijn er nog helemaal niet op voorbereid. En dat zijn wel kansen zeg maar, die je nu al kan pakken en waar je nu al kan voorbereiden in combinatie met alle andere dingen die nog gaan komen. En dat vind ik heel leuk om daarmee bezig te zijn. Janneke Jager die vraagt al, hoe kun je in al dat aanbod onderscheiden? Tips? Nou, dat is al een lekkere vraag gelijk. En dan zijn jullie pioniers. Nou, dank je Janneke dat ik ook nu gelijk met Simone als pionier bij een hoop wordt gegooid. Geweldig. Ja, weet je ook. Kijk, nou ja, met dit dus wel. En nu kan ik met deze tool, ook al is het dus hotseklots, dat snap ik zelf ook wel dat het nu niet topniveau is. Maar ik kan toch wel mijn droom realiseren. En ik had ook nog inderdaad
kunnen zitten wachten in een hoekje, wachten tot het helemaal perfect was. Maar ja, dan heb je dus niks. Dat is ook een beetje mijn motto, hè? Als je dus maar eindeloos blijft wachten, dan heb je dus het alternatief dat er niks is. Is dat ook jouw motto? Ja, zeker inderdaad. Weet je, ik ben natuurlijk helemaal van, hè, ik gooi mij maar in het diepe en ik ontwikkel mijn programma's gedurende dat ik echt aan het opnemen ben. Maar dat maakt het juist ook, weet je, dat ik heel goed heb geleerd om in het moment en in het nu te stappen. En juist ook, zeg maar, in het nu je kansen te pakken en de kansen te zien. En dat is, zeg maar, ook van, ja, weet je, hoe kan ik een onderscheid maken tussen al die mensen die op internet bezig zijn of tussen al die ondernemers. Maar weet ook dat er nog een veel grotere groep is die daar nog helemaal niet mee bezig is. En bijvoorbeeld iedere keer als ik webinars geef, vraag ik ook altijd van, voor wie is het de eerste keer dat je naar mijn webinar luistert? En geloof het of niet, maar altijd zegt 50%, dit is de allereerste keer dat ik iets van jou hoor. Of dat ik een webinar naar je luister. En voor mij is een webinar nog helemaal nieuw. Dus als je in de bubbel zit die Facebook heet, dan denk je of de bubbel zit die Empop heet, of de bubbel zit van de mensen die Simone Levy kennen, of die naar Spirit Business Events gaan. Dat zijn natuurlijk, weet je, ja, die mensen die denken van, oh, weet je, iedereen doet het al. Maar dat is dus helemaal niet zo. En daarnaast is het gewoon heel goed om als ondernemer in het onderlijn ondernemerschap, weet je, te blijven herhalen, je boodschappen te blijven herhalen. En heel veel ondernemers die haken gewoon op een gegeven moment af van, nee, het werkt toch niet. Weet je, en maar juist door te doen, herhalen, steeds beter ergens in worden. Heel veel Facebook luisteren gaan geven, kansen pakken als vloggen, bloggen, weet ik veel wat. En ook ga ermee spelen. En dan zul je merken, als jij echt massa content gaat produceren, dat je al heel snel heel veel verschil kan maken. Ja, dat kan ik jullie ook adviseren, laat de kracht van herhaling. Jullie worden natuurlijk ook helemaal doodgegooid met mij en mijn pakje podium. Maar ja, dat doe ik dus inderdaad, omdat het dus dan beklijft van, oh ja, Eva, pak je podium. Hé, ja, misschien mag ik ook wel inderdaad lekker lachend op die foto gaan staan. Dus zo probeer ik steeds dat zaadje opnieuw te planten. Er staat hier wel hele leuke comments van jullie, dankjewel. Imperfectie is de mooiste perfectie. En Vicky, dit vind ik helemaal geweldig wat jij zegt, die laat ik ook even zien in beeld. Weet je, je leert ons nu eigenlijk om met dit soort situaties om te gaan. Misschien wel een betere leerschool dan dat het perfect gaat. Nou, dat vind ik echt super fijn om te horen. Want natuurlijk vind ik het niet leuk als dat gebeurt. Maar je hebt wel gelijk. Ja, the show must go on, zullen we dan maar zeggen. Ook al is het in je eigen woonkamer. Hoe pak je het dan op? Rustig blijven, een keuze maken en stick with it. En nu zijn we weer on-air. Hè? Dus we zijn er doorheen gekomen. Ja, en dat gekomen. Vind ik sowieso, hè, sowieso het leren, zeg maar, dat het allemaal niet perfect hoeft te zijn. Daarom heb ik bijvoorbeeld ook mijn MailChimp training, hè, die ik 3 jaar geleden heb gemaakt. Die gewoon vanuit een hoogzwangere periode, waarin ik ook niet eens heel lekker in mijn vel zit, heb ik nog steeds op mijn internet staan. Omdat dat wel, zeg maar, het begin was van mijn grote succes of van mijn doorbraak. Ja. En juist van die films waren alles behalve perfect, maar wel, weet je, dat ik heel veel waardevolle kennis en informatie deelde aan ondernemers, waar ondernemers heel erg blij mee waren. En op dat moment werden er sowieso nog maar niet zoveel, weet je, kennis online weggegeven. Dus dat was toen helemaal uniek. Maar ook nu, eigenlijk nu, als ik nu bijvoorbeeld kijk naar gratis online training of gratis online programma's of weet ik veel wat wordt weggegeven, is het eigenlijk altijd maar heel klein en heel minimaal. Maar stel je voor dat je gewoon iets weg kan geven, weet je, waar je normaal misschien wel 200 of 300 euro's voor zou willen vragen. Wat zou je dan gaan maken online? En dan als je vanuit die visie gaat denken en echt gaat denken vanuit waarde creëren, dan kan je ook al heel snel verschil maken. Af en toe zie je eruit als een impressionistisch, misschien zelfs wel abstract schilderij. Zie je het als een compliment. Laten we even voor de afwisseling en de dynamiek even naar Tim gaan. Onze singer-songwriter, de Utrechtse Tim. Hij komt nu bij in de uitzending. Hallo. Hi Tim. Hi. Fijn dat je erbij bent. Jij hebt alle consternatie weer meegekregen daar, hè? Zeker. Ja, ik heb alles gezien. Ja, dus voor de mensen die later inchecken en denken dat het nu heel gestroomlijnd gaat. Ik begon heel enthousiast. Ik heb ongeveer een week lang geroeptoeterd. Kijk naar mijn talkshow. Ik ben 5 minuten bezig. De hele link vliegt eruit. Maar goed, we zijn weer up and running. En Tim, mijn speciale gast, singer-songwriter, is erbij. Tim Don, muzikant. Nou, ongeveer letterlijker je podium pakken kan niet. Hoe vind jij dat ook nog wel spannend soms? Soms wel. Maar ik ben nu wel relaxed.
Ja, jij denkt, mij kan niks meer gebeuren. Het allerergste is al geweest. Nou, wie weet. Kan je ons wel, mag ik heel veel hartjes van jullie en likejes voor Tim Don? Shake it up and smile, shake it up and smile, shake it up and try, all over try. This may take a while, this may take a while, so you may as well enjoy the ride. Whoa, oh, 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 oh. And fail, daddy, fail. Take some pleasure in falling flat on your face. You'll be fine in the morning. Whoa, you'll be alive. Yeah, mess it up. Lose your faith and restore it. It may take a couple of shots. Discovering, but ooh, you'll be alive. Yeah. Take some pleasure in falling flat on your face. You'll be fine in the morning. Whoa, you'll be alive. Joehoe! All right. In ieder geval gaat Simone 14 september een groot evenement geven. Het M-pop-event in Apeldoorn. En daar wil ze dus nog meer mensen bekendmaken met Maak Prachtige online programma's. En daar wil ze eigenlijk ook vaker op het podium staan. Toch, Simone? Yes, hier ben ik weer. Ja, nee, dus inderdaad, ik vind het heel tof om op het podium te staan en events te organiseren en mensen daarin te inspireren. En op het podium staan is ook iets, weet je, wat ik altijd al leuk vond en wat ik als kind altijd al leuk vond. En ik wilde altijd actrice worden, maar het is nu in een hele andere vorm, is dat op het podium staan, is, weet je, is dat zo geboren. En, maar ook, zeg maar, dat ik mijn boodschap van het nieuwe ondernemen, en niet alleen het online ondernemen, maar echt het nieuwe ondernemen, dus vanuit huis, je ding doen, de tijden die gewoon helemaal veranderen, mijn visie ook op spiritualiteit, mijn visie op, nou ja, weet je, gewoon je ding doen, je gevoel volgen, je hart volgen. Ja, weet je, die hele combinatie, daar zou ik ook wel echt in het bedrijfsleven of buiten de hele ZZP-coachwereld, daarin zou ik heel graag mijn boodschap verder willen uithalen. Dus ja, daarin heb ik jou dus natuurlijk ook gevraagd van, goh, even, zou je mij daarin willen helpen om die boodschap nog groter te gaan verspreiden? Ja, nou, daar was ik natuurlijk heel erg door vereerd, want je bent natuurlijk al heel ervaren. Dus wat hoop je dan van mij te kunnen leren? Nou ja, weet je, jij, kijk, ik ben natuurlijk gewoon een beetje on the go. En weet je, heb ik het zelf allemaal gedaan. Ik heb natuurlijk wel van Gabby Bernstein, heb ik een soort van workshop gevolgd, weet je, over spreken. Maar ik ben vooral door ervaring en doen, ben ik, nou ja, een goede spreker geworden. Maar wat jij mij kan leren en wat je ook meteen tegen mij zei, van weet je, bepaald jargon, wat bijvoorbeeld in het bedrijfsleven gebruikt wordt, of woorden die ik nu gebruik, of weet je, om echt die aansluiting te gaan vinden, want dan moeten mijn talks toch een beetje op een iets andere manier verteld worden. Die aansluiting te vinden in het bedrijfsleven of in een grotere wereld dan alleen maar mijn eigen bubbelwereld. Die ook wel steeds groter wordt natuurlijk, maar ja, die kan alleen maar groter worden ook als ik juist die aansluiting zoek in een wereld die mij niet kent, maar die wel denk ik heel geïnteresseerd is in mijn verhaal. En ik denk dat jij me daar heel goed mee kan helpen om die aansluiting te vinden, de juiste woorden daar nog scherper in te pakken. Het netwerk natuurlijk dat jij hebt in een hele andere wereld dan wat ik dat netwerk heb. En dat vind ik ook altijd heel leuk om nieuwe werelden en nieuwe netwerken op te zoeken. En dan die werelden weer met elkaar te gaan verbinden. En dat is ook het leuke van jou, hè, dat je ook nooit uitgeleerd bent. Hè, dat je ook altijd weer kiest om weer nieuwe mensen op te zoeken. Hè, jij bent goed in jouw ding en ander hè, vult jou weer aan. Als mensen naar het event willen, 14 september in Apeldoorn, dat is eigenlijk ook wel bizar. Er zijn 500 kaarten en na 3 dagen was de helft alweer weg. Maar als mensen daar naartoe willen en dus hè, willen weten, is het ook wat voor mij? Want ik kan het me niet voorstellen. Nou, geloof me, als je kijkt, er is meer mogelijk dan je denkt. Maar hoe kan je aan een kaartje komen?
Dus je kan op mijn website op Facebook, daar vind je zeg maar, allerlei linkjes en berichten over het event. En dan kan je gewoon een link klikken en dan kan je een kaartje kopen. En inderdaad, dus dat is een kaartje kost nu €27. En vanaf maandag gaan we de prijs omhoog gooien, maar dan wordt die €47. Maar dat is natuurlijk nog steeds, weet je, echt gewoon een kaartje. Ook echt een introductie in het hele ondernemen, maar... En online ondernemen, ook echt een kick in die ass die je krijgt. Dat je weer echt kansen en mogelijkheden gaat voelen. We gaan het ook heel praktisch maken. Van vloggen tot Instagram tot weet ik veel wat. En er komen echt ook inspirerende sprekers. Mensen die echt online ook vanuit het niks bloeiende bedrijf hebben opgebouwd of aan het bouwen zijn. En ook echt hele bijzondere verhalen. Bijvoorbeeld nu ook een klant van mij... die uit een oude wereld komt, hè? Dus inderdaad vind je de wereld waar ik dus nu de uitsluiting is op, die heeft nu webinars ontdekt, weet je, daar heb ik haar nu helemaal op gecoacht, en die heeft gewoon binnen 2 maanden €500.000 omgezet. Echt niet te geloven gewoon. Ja, dat is echt wel zeg maar het meest grote succesverhaal wat ik ooit heb gehad. Maar dat is juist, weet je, doordat de oude wereld en een oude visie wordt verbonden met een nieuwe wereld, en wat voor kansen en mogelijkheden er dan liggen. En die zijn echt gigantisch. Dankjewel Simone. Dus bedenk even als je kijkt een investering van 27,50 en het levert je misschien €500.000 op binnen 2 maanden. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Het is niet anders in ieder geval gewoon heel inspirerend en leuk om naartoe te gaan. Simone, mag ik jou heel erg bedanken voor je deelname. In een abstracte volle glorie. Maar hey, we hebben het toch maar weer mooi gewoon gedaan. En de anderen kunnen dat ons niet navertellen. Dus dankjewel voor je tijd Simone. Doei doei! Even een online applaus met hartjes en likejes voor Simone, alsjeblieft. Yay! Dankjewel. En ik kreeg een vraag van Janneke. En Janneke ken ik goed. Jij bent zelf cabaretière en staat dus zelf heel veel op het podium. Maar zij komt ook in de zakelijke wereld. Dus daar sluit het een beetje aan bij het verhaal van Simone. Hoe ga je om met opdrachtgevers die jou dan nog te ervaren vinden? Hoe bluff je door die eerste fase heen? Ja, ik heb mij er wel doorheen gebluft. En ook wel op mijn bek gegaan. Maar ik heb dus de eerste keer dat ze zeiden, presenteer je ook in het Engels? Sure. Nee, ja, natuurlijk, zei ik. En toen hing ik op. En toen was het, hoe ga ik dat doen? Nou, heel goed oefenen. En de eerste keer dat ze vroegen, doe je ook een politiek debat? Ja, natuurlijk. Dus in dat geval, als er zich een kans voordoet, zou het toch zijn, ja... Pak hem. En inderdaad, ik wil niet zeggen liegen. Hè. Je moet natuurlijk ook niet op je cv allerlei dingen gaan lopen verzinnen. Maar ja, ga er ook met die overtuiging in. En dan gelooft de rest van je lijf in je hoofd. Geloof het, dan begint het dan ook een beetje te geloven. Dat is in ieder geval mijn tactiek. Tactiek zou ik het willen noemen. In het Engels zegt Loekna, is inderdaad spannend. Nou, het was het ook. Ik stond in de coulissen met een trommelaar. En ik weet nog dat ik dacht... Jij gaat nu een openingsact doen van 1 minuut met je trommel. En ik moet dan nog 1,5 uur in het Engels praten. BTF, ik was heel erg jaloers op hem op dat moment. Maar het is uiteindelijk goed gegaan. Ik heb al iemand die zo dapper is om haar podium te pakken. En ook gelijk real-time hier te denken van... Nou, misschien kan het altijd iets duidelijker. Laat ik zeggen, 80% van de gevallen is dat natuurlijk vaak zo... En dat is Rosa Gerlach. Goedenavond, Rosa. Wat fijn dat je er bent. Hoi, Epa. Leuk om er te zijn. En wat heb je dapper stand gehouden in deze cacophonie en chaos? Ja, het was wel fijn. Oh. Ja, want ik kon even rustig wennen. En nou ja, als jullie ook iets fout doen, dan maakt het veel minder spannend. Oh, wat lief dat je dat zegt. Nou, ik ben blij dat je dat ook zo eerlijk toegeeft. Hartstikke goed. Zo zie je maar, hè, als er iets fout gaat, is het helemaal niet erg. Rosa, laat ik het zo vragen. Wie ben je en wat doe je? Ik ben Rosa Gerlach. Ik ben communicatieadviseur en vormgever. En ik werk 16 jaar lang voor organisaties eigenlijk. En dat was lekker veilig, want dan kon ik achter mijn bureautje blijven zitten. Maar de laatste paar jaar heb ik zoveel eigenlijk meegemaakt met mijn eigen ontwikkeling. Dat ik nu meer wil. En dat ik ook daarvoor zelfs bereid ben om mezelf te laten zien. Wat dus voor mij... Is dat een stap voor jou? Ja, absoluut. Heel erg.
laten horen en laten zien. Ja. Oké, dus er gaat iets nieuws aankomen. Dus ik vroeg hè, wie ben je en wat doe je? Dus ik weet nu eigenlijk wat je niet wil, maar nu komt... Wij willen de startende ondernemers aanspreken. En wij willen ze helpen om echt vanuit hun hart te gaan ondernemen. En wij noemen dat Design Your Soul Business. Oké, Design Your Soul Business. Dus laten we even weer terugpakken. Je komt dus eigenlijk een beetje uit de communicatie en vormgeving. Maar ja. Heeft dit ook nog te maken met vormgeving of is het meer business coaching? Hoe noemen we dit? Nou, er zitten elementen van personal coaching en business coaching in. Maar design is zeker ook een belangrijk onderdeel daarvan. Design gaat niet alleen over de vormgeving en de buitenkant, maar design voor mij gaat het heel erg over, juist ook over de binnenkant. En over vanaf het eerste begin nadenken over wie je bent en wat je wilt zijn. En dat je dat ook in alles wat je doet eigenlijk uitdraagt. Ik wil je vast even een hart onder de riem steken, want ik heb hier een berichtje van Agnes. Agnes van Golen, en die is natuurlijk ook business coach, dus misschien jouw coach, weet ik niet. Maar die zegt, ik ben zo trots op jou, Rosa. Ja, Agnes is een vriendin van mij. Dankjewel, Agnes. Kan je een voorbeeld geven van iemand die jij nu geholpen hebt, volgens het nieuwe concept? En wat heb je dan gedaan voor die persoon? We gaan in eerste instantie workshops organiseren, waarin we met een groep mensen aan het werk gaan. Daar zullen elementen in zitten van wandelcoaching, we zullen meditaties doen en visualisaties. Maar we zullen ook heel praktisch aan het werk gaan en ook op een creatieve manier. We gaan eigenlijk het denken, het voelen, het creëren en het doen combineren met elkaar. Ja, maar je hoort dat het eigenlijk best ingewikkeld is, hè? Mm-hmm. Want... Het is dus heel erg belangrijk dat je dus ook gaat nadenken over wat een klant, met wat voor probleem die rondloopt, waar jij mee zou kunnen helpen. Ja, ik denk dat wij heel goed mensen zouden kunnen helpen die misschien nu nog niet ondernemen. Die in een baan zitten waar ze blij zijn, die in een wereld leven waarvan ze het gevoel hebben, ik pas hier niet in eigenlijk, of die wereld past niet bij mij. En ik denk dat wij ze het vertrouwen kunnen geven dat ze eigenlijk een goede start kunnen maken. Dat ze een basis hebben waardoor ze wel durven te beginnen met een onderneming. Misschien nog naast hun baan in eerste instantie. Maar dat ze... Kijk, ik geef een mooi commentaar. Vicky zegt, Rosa, het is heel herkenbaar. Je voelt alles vanuit je hart, maar je krijgt het niet qua woorden overgebracht. Voelen is moeilijk in woorden te vertalen. Ja. Vicky, dat is natuurlijk waar. Maar soms hebben we nog niet eens het geprobeerd. Hè? Hebben we de woorden nog niet over onze tong überhaupt laten rollen. Want we zijn nog helemaal in onze binnenwereld met die gevoelens bezig. Van ja, wat vind ik eigenlijk en wat zou ik doen en dit dat. Hè? En hebben we nog niet ook bijvoorbeeld aan de buitenwereld gevraagd van... Goh, wat vind je er eigenlijk van? Of komt het over? Of hoe zou jij geholpen willen worden? Hè? En Rosa doet dat dus nu op een hele bijzondere manier. Hè? Treedt zij naar buiten. Dus het is... dit is de eerste stap die zij doet. Snap je wat ik wil zeggen, Rosa? Snap jij wat ik bedoel? Ja, absoluut. Ja. Nou, weet je, bij mij is het grappig, als ik vormgeef of als ik schrijf, dan kan ik heel goed mijn gevoelens onder woorden brengen. Maar pratend vind ik dat heel moeilijk. En daarom wil ik het juist oefenen om beter te leren. Ja. Oké, nou ja, het eerste puntje waar je me eigenlijk een beetje mee triggerde was van, hè, als jij zit je vast in die baan, voel je dat je daar niet in thuis hoort. Heb je wel eens gedacht aan ondernemerschap? Want jij hebt wel 16 jaar ervaring als ondernemer dus, begrijp ik. Ja, bij klanten van ons, en dat zijn dan grote organisaties in de zorg of gemeentes, ziekenhuizen. Daar zag ik gewoon hoe het daar is. Hoe mensen daar werken en hoe het niet altijd om de mensen gaat, maar soms gewoon alleen al over geld. En toen dacht je, ik wil mensen helpen om daaruit te komen. Ik wil ze een ladder geven, een touwladder geven om eruit te... Of een laken aan elkaar geknoopt laken om uit het ziekenhuis te ontsnappen. Nou, absoluut. Absoluut. En kijk, er zijn heel veel mensen die zijn tevreden met dit soort banen. Maar er zijn ook steeds meer mensen die er gewoon niet meer tegen kunnen. Die zeggen, ik pas hier niet meer in. Ik ben onderwijzeres, want dat is mijn passie. Maar ik kan er niet meer tegen. Oké. Kijk, zie je, nu komen we ergens, hè?
Dus nu komen we bij een stukje verontwaardiging of frustratie of ervaring wat jij in jouw werkende leven hebt gezien en waar je mensen mee kan helpen. Ja. Dus dit is volgens mij, kijk, oh, dit is helemaal loop naar de ding. Loop naar reageert, ik zal het even laten zien. Loopna zegt, herkenbaar, er werken een hoop mensen in grote organisaties die meer willen en kunnen. En zij zit ook helemaal op werkgeluk. Maar het stomme is dat mensen soms zelf niet eens doorhebben dat ze dus in dat hamsterwiel zitten. Hè? Nee, dat is en, waar. En dat ze er dus uitgehaald kunnen worden. Daar helpt Loopna mee, om ook ze te helpen van, hallo, er is nog meer in de wereld. Maar jij dus misschien ook, of niet? Ja, zeker. Ja, daar zou ik heel graag een bijdrage aan willen leveren. Oké. Okay. Nou, wat zou nou een eerste stap kunnen zijn, hè, om je podium te pakken, behalve deze, want dit heb je fantastisch gedaan, maar wat zou je bijvoorbeeld kunnen delen op Facebook, of een blog kunnen schrijven, of wie zou je kunnen vragen, of zou je 3 vriendinnen kunnen uitnodigen, of 3 kennissen, wat zou je kunnen doen om een beetje in de actiestand te komen? Ja, nou dat is wel een mooie, om gewoon een paar vriendinnen uit te nodigen en gewoon eens te oefenen. Dat vind ik wel eigenlijk een leuke. Kijk, want dat is heus wel spannend, want soms is het voor mensen die je kent vaak spannender dan 100 mensen in de zaal die je toch niet ziet door de lampen. Dus hè, probeer het maar eens. En ik denk dat als het moment dan daar is dat je even zegt van nou, dan ga ik nu beginnen. Dat je dan ook wel even vlinders in je buik voelt. Maar dit zijn de manieren, want dan zal je horen dat ze zeggen, oh nou, ik heb nog wel een vriendin die werkt daar. Dan moet je misschien met die en die praten. Dan gaat het voor je werken. Ja. Dus dan zou je zien dat dat delen effect heeft. Ja, zeker. Daar geloof ik ook in. Alright. Nou, dankjewel Rosa dat je hier zo even als proefkonijn wilde dienen. Hè? Heb je er wat aan gehad? Ja, zeker. Ik wil nog 1 ding zeggen, want ik ga het samen doen met Ida. En Ida is heel ervaren, maar ik heb nodig om te oefenen. Dus vandaar. Ja. Jij moet het ook zelf voelen. En ja. Je kan niet alleen maar iemand napraten, je moet het ook zelf voelen, want anders komt het ook niet over op een ander. Nee. Maar, en Agnes heeft nog een leuke tip voor je. Dank je, dit is ook een hele leuke. Je kunt het ook eerst visueel maken of op papier schrijven en van daaruit gaan vertellen. Want ieder heeft natuurlijk misschien zijn eigen manier wat voor hem of haar lekkerder werkt. Nou, visueel, dat lijkt me bij jou bij uitstek appeltje eitje. Ja. Nou, hartstikke leuk. Dank je wel, Eva. Ja, jij bedankt. Dankjewel Rosa en heel veel succes. Hou me op de hoogte hoe het allemaal gaat. Ja, zal ik doen. Alright, doei. Nou, ik wil eigenlijk zeggen dat het voor mij ook een bijzondere avond was. Kan niet anders zeggen. Ik ben ook blij om te merken dat ik me eigenlijk heel goed voel. Dus dat ik niet het zie als een afgang of totale mislukking dat ik hier nu... Het is dus niet, dat beloof ik je, het is dus niet zo dat als ik de camera uitdoe dat ik dus hier ga liggen huilen op de grond. Dat is dus niet zo. Ik kan echt met opgeheven hoofd zeggen van nou, ik heb mijn best gedaan. Ik heb het op een goede manier, de technische problemen, mocht je ze gemist hebben, die waren er technische problemen weer opgelost. En we hebben uiteindelijk toch een mooie uitzending ervan gemaakt. Ondanks dat het niet helemaal goed was. Dus ik denk dat dat misschien wel een hele mooie les is. Uit onbedoeld, voor mensen die nu kijken en denken ik wil ook een podium pakken. Benoem wat er misgaat. Dat is in ieder geval een tip die ik je mee wil geven. Doe niet alsof er niks aan de hand is. Benoem het. Daarom liet ik ook even met Facebook Live meekijken van hoe ik dit ging oplossen. Uiteindelijk kan je ervan uitgaan dat mensen het meestal ook nog wel interessant vinden om te zien. Als er een grote clusterfuck aan de overkant helpt. Hè. Je hebt niet voor niks kijkersfiles. Dus dat kan je ervan van opsteken. Dus 1 was, ik weet het dan niet meer. Anyway, Janneke zegt aflevering 1 van 100, dus het wordt alleen maar beter. Nou, heel goed. Nadat je vast zat met je hakken, is het ook helemaal goed gekomen. Zo is het. Ik heb dus al jarenlang ervaring met ook hoe het niet moet. En dat is eigenlijk ook mijn missie, dat ik jou dat iets sneller wil leren. Hè? Dat je niet het hele wiel opnieuw uit hoeft te vinden. Al de dingen die ik verkeerd heb gedaan, dat jij die precies hetzelfde verkeerd moet doen. Ik bedoel, ja, je mag je eigen fout maken, je ziet het, er is niks mis mee, maar hè, het is ook wel eens lekker als iemand je gewoon even een opkontje geeft van joh, als je dit en dat probeert, dat werkt echt. En Marion zegt, zeker geen mislukking. Dank je, nou lief,
super lief. Ah, Maria, dank je wel. Dank je, nou, super fijn om te horen. Dat vind ik echt, echt heel fijn om te horen. Want jullie wisten ook dat ik het ook spannend vond om te doen. Oh, ik begin meteen weer vast te lopen. Tot slot nog heel even. Vergeet het niet. Het Pak Je Podium Summer Event is op 17 augustus. En ik zou het ontzettend leuk vinden als jij er ook bij kan zijn. Dus ben je niet op vakantie, dan moet je daar gewoon bij zijn. Want dat is gewoon een super veilige, toffe setting om Hadza als spreker op te treden. Wordt een mooie foto van je gemaakt. En gewoon te oefenen. En net zoals met Rosa, hè, dat je gewoon ziet van, hey, als ik het vertel en iemand die luistert, en die, hè, ik luister ook echt. En die denkt, oh ja, hey, zo kan het ook. Nou, ben je geïnteresseerd? Kijk dan even op evabrouwer.tv/news/summer. En een kaartje plus online training kost dus niet €294, maar 147. Dus ik zou willen zeggen, pak je podium. Hè? Dat wil je echt niet missen. Dank jullie wel voor het kijken. Ik voel me heel erg gesteund door jullie. En weet dat ik jullie ook steun als jullie laten zien en zichtbaar maken. Dus ik zeg 16 augustus, over een maand doe ik het gewoon weer. Zullen we dat bij deze afspreken? Over een maand doe ik het gewoon weer. De dag voor het Pak Je Podium Summer Event. En dan met frisse moed doe ik het gewoon nog een keer. Als je haar maar goed zit, dat is eigenlijk toch de bottom line. Niet waar? Oké, ik laat jullie nog een fijne avond beleven. En heel erg bedankt dat jullie hebben gekeken.